Hoi, we wilden het vandaag met jullie eens hebben over verdoving, oftewel verslaving. Ja, en kijk, iedereen die kent uit zijn omgeving wel een extreem voorbeeld. Ja. Dat is vervelend, hè? Van iemand die erg verslaafd is aan iets, maar... Ja, dan kan je bijvoorbeeld denken aan alcohol of drugs. Maar of ja, daar heel willen we... heel veel... beeldscherm. Mensen die de hele dag op een schermpje zitten te kijken. En iedereen kent wel zo iemand, maar daar wilden we het nu net niet over hebben. Over die heftige verslavingen. Nee, we wilden het meer over de subtielere verslavingen hebben. De subtielere verdoving. Want iedereen verdooft zichzelf. En dan denk je misschien van ho, ho, ho. Oh, ik niet. Nee, maar ook iedereen verdooft zichzelf. En om nou eens wat... Want dan denk je misschien van, ja, wat moet dat dan zijn? Waar doe ik dat dan mee? Nou, bijvoorbeeld met inderdaad die beeldschermen. Ja. Dus je computer, je tablet, je telefoon. Gewoon te vaak op je scherm. Suiker. Dat is een hele grote verdoving. Ja. Te veel frisdrank, te veel koffie. Junkfood eten om jezelf te belonen. Te veel werken, te veel shoppen, online shoppen of gewoon in de winkel. Te veel nadenken, waardoor je helemaal uit contact komt met jezelf. Verslaafd aan stress. Ja. Mensen die verslaafd zijn aan conflict zoeken. Dus ruzie maken. Zoeken. Ja. En wat doen dit soort dingen nou eigenlijk met je? Die zorgen ervoor dat jij niks meer voelt. Dus je voelt bijvoorbeeld wel die stress, maar jij voelt onderliggend, hoef jij niet meer te voelen. En als jij niet voelt wat er werkelijk met jou aan de hand is, dan hoef jij het ook niet aan te gaan. Ja. Maar wat gaat er dan gebeuren? Dat is heel ongunstig voor jouzelf. Je schuift als een soort sneeuwschuiver alles voor je uit. En die berg... Die berg die wordt alsmaar hoger en hoger en hoger. Op een gegeven moment krijg je hem niet meer vooruitgeschoven. En dan begint het ook nog over je heen te kiepen. En dan denken mensen... Wat dan gebeurt? Dan schrikken ze. Ik heb een probleem. Ik heb een burn-out of ik heb... Of gewoon, ik ben voel me somber. Ik voel me eigenlijk helemaal niet depressief. Ja. Ik ben de hele tijd boos. Maar dat heeft zich allemaal opgehoopt. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat je elke dag een stukje voor jezelf aangaat. Een stukje huiswerk maakt, een stukje in jouw gevoel. Een stukje verwerkt van andere dingen die ooit gebeurd zijn. En als je jezelf steeds verdooft en je komt niet meer in contact met jezelf, dan lukt dat dus niet meer. Ja, en als je jezelf verdooft, geeft dat natuurlijk dat geeft een geluksgevoel op dat moment, omdat je dan krijgt wat je wil. Nou, echt en geluk? Daarmee, ja, nou, in zoverre... Een soort verzadiging. Nee, een soort... in zoverre dat je de pijn niet meer voelt. Dus je bent verdoofd, dus daar ben je gelukkiger mee. En wat ga je dan creëren? Dat mensen dus alsmaar meer daarvan willen. En ja, dat ook nog maakt een keer die verslaving des te erger en erger en erger. Dus zou je je eigenlijk elke keer moeten afvragen als jij... Dus merkt, ik heb een telefoonverslaving, noem maar iets op. Ik pak mijn telefoon. Waarom pak ik nu die telefoon? Is dit daadwerkelijk om te checken of ik een e-mailtje heb gekregen waar ik op zit te wachten? Of doe ik dit omdat ik even niks anders te doen heb? Ja. Doe ik dit om niet te voelen dat ik me verveel? Of om niet te voelen dat ik verdriet heb? Ben, ja. Of niet te voelen dat ik toch simpelweg boos ben op wat dan ook in de wereld. En weet je wat nou het grote nadeel aan verdoving is? Want sommige mensen zullen zelfs wel zeggen van... nou, en dat ik mezelf verdoof. Maar de verdoving neemt je wilskracht, neemt erdoor af. En als jouw wilskracht afneemt... dan ga jij niet meer het leven creëren wat jij eigenlijk graag wil. Dus jouw dromen zakken steeds verder weg. Jouw lichaam... wordt misschien zelfs ook wel zwaarder. Je voelt je niet fit. Dus je voelt de wilskracht niet om een mooi leven te leiden. En wat gebeurt er dan? Je wordt gefrustreerd. En mensen die gefrustreerd zijn, die grijpen naar verdoving. Dus je zit constant in zo'n vervelend shit. En dan krijg je vaak ook nog dat mensen inderdaad de ene verslaving voeden met de andere verslaving. Ja. Dus het wordt echt van kwaad tot erger. Dus naast... Die tablet of die telefoon die je in je handen hebt, komt een soort van eetverslaving. Omdat je ook nog die zak chips erbij wil pakken. Of die snack.
Ja, of omdat je hangerig voelt, ja, grijp je dus naar. Dus je wil jezelf belonen met eigenlijk iets slechts. En, ja. Nou, hoe kom je hier uit? Want dat is eigenlijk... Dat is de grote vraag, dat is het belangrijkste. Je komt eruit door eerlijk tegen jezelf te zijn. Begin eens bij jezelf, naar jezelf te kijken en hou jezelf niet voor de gek. Want er is nergens voor nodig. Je kan gerust tegen jezelf zeggen, iedereen heeft er last van, dus ik ben niet de enige. Maar ik kan er iets aan doen, dus wees eerlijk. Vraag jezelf af, waarom grijp je die zak chips? Heb je echt honger? Nou, dan moet je eigenlijk een betere keus maken. Hè? Dan moet je echt normaal eten gaan eten. Pak je het omdat je je verveelt? Pak je het omdat je je niet geliefd voelt? Pak je het omdat je boos bent en jezelf toch wil troosten? Ja, het kan heel veel redenen hebben. Veel redenen, maar zoek voor jezelf die reden. Waarom doe ik dit? Want als je weet waarom dat je het doet, dan kan je dus ook gaan werken aan de oplossing daaraan. En dan ga je stapje voor stapje ga je het aanpakken. Het gaat niet in één keer. Nee, dat is heel goed wat je daar zegt. Het moet stapje voor stapje. In één keer de hele berg opruimen, dat lukt niet. En hou er rekening mee dat zelfs kleine verslavingen echt afkikverschijnselen kunnen geven. En dat je misschien in eerste instantie wel heel ongemakkelijk gaat voelen. Want de beloning, dat je je energieker gaat voelen, dat je je geïnspireerder en gelukkiger gaat voelen, komt pas op het moment dat je eigenlijk die verdoving al hebt afgezweet. En als jij nou niet zo goed weet waarom dat jij jezelf verdooft, wat jouw onderliggende pijn of angst is, hè, omdat je daar zo aan gewend bent, misschien al wel van kinds af aan, kom dan een keer in de praktijk. Ja. Wij zijn heel goed in het verhelderen van onderliggende oorzaken. Ga lekker. En we oordelen niet. Nee. Hè? Ga lekker mee op zo'n wandelcoaching bijvoorbeeld. En dan halen we eens naar boven. Van waar zit nou het punt waarom jij jezelf verdooft? En het is waardevol als je daar voor jezelf achter kan komen. Het is een vorm van zelfliefde. Ja, en om dat te doen. En vind je het nou moeilijk om zo'n wandeling te doen? En voel je je toch wat comfortabeler in een kantoortje of wat dan ook? We hebben ook een eigen praktijkruimte. Dus dat is ook geen probleem. Ja, in dus voor ieder wat wil. Een prettige ruimte. Ja. En dan kunnen we daar samen eens naar kijken. En het begint vooral, de eerste stap is gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Het erkennen dat je dat probleem hebt. En eerlijk zijn heeft niks te maken met jezelf omlaag halen of kritiek op jezelf hebben. Ondersteun jezelf liefdevol. Zeg gewoon, nou en... Ik ben bereid het probleem af. Ja. Ik ga ervoor werken. Ik ben bereid om mezelf te omarmen, om helderder te worden in mijn geest. Om me weer sterk te voelen en die dromen waar te maken die ik als kind had, want ze zijn niet weg. En als je frisser voelt, dan kan je dat weer gaan doen. En dan krijg je je eigenwaarde terug. Je zelfvertrouwen groeit. Ja, dan voel je gewoon veel beter. Zeker weten. Hey, jullie zijn van harte welkom. En we hebben binnenkort een lezing. Dat is misschien ook wel leuk. Het is heel goed dat je dat zegt. Ja. Ik meen 26 juni op zondag. Informatie staat op onze website of op de coaching website. We geven een lezing over de overgang, hoe je jezelf hierin kan ondersteunen, zowel lichamelijk als geestelijk. Ja, en dan is er ook ruimte om ons te ontmoeten en wat vragen te stellen. Dus misschien hartstikke leuk. We zien jullie graag daar. Ja. Nou, tot de volgende coaching tips. Doei doei. Doei.